helaas geen plek meer. Ik heb nog wel de 19e een plaatje. Dat is op zondag, ja. Maar zondag op maandag. Kijk, Els, dus, dan kon ik je mooi bezig zien bezig was met de reservering. En je moest de mensen teleurstellen. Ja, ja, het is nou de drukste tijd van het jaar natuurlijk. Dus dat is heel lastig om nou nog een plekje te vinden. Deze mensen die wilden van zaterdag op zondag. Nou, dat is een lastig. Als er één dag in de week is, ja. Dat mensen graag naar een B&B gaan, dan is dat natuurlijk op zaterdag. Dus helaas. En maar je zegt het, we zijn hier in de B&B met een hele lastige naam. Jullie hebben lastige achternamen. Ja, ja. Scherp, nee, Adrichem en Scherpenzeel, zeg ik het nu goed? Ja, erger nog, ik heet Els van Adrichem en Annemieke heet Annemieke van Scherpenzeel. Dus twee keer van. Ja, twee keer van. Die hebben we er al tussenuit gelaten, anders werd het heel erg. Ja, ja. Heel erg. Het staat op hele lange borden en... Ja, ja. Ik mag vertellen, want jullie zijn... we zijn hier in de Reigerstraat, hè? Nummer... Ja, nummer 1. Nummer 1? Is het nummer 1? Ja. Ja. Oké. Okay. En ik ben hier al eens geweest bij de vorige eigenaars, maar jullie zitten hier sinds 2 jaar in, of? Nee, we zitten hier sinds 1 maart vorig jaar is de B&B opengegaan. En dus we draaien nu een dik jaar. En ja, tot volle tevredenheid van onszelf, ja. Ja, wat is interessant, je vertelde net al toen ik binnenkwam, dat jullie van oorsprong zijn jullie Brabanders. En dan ben je als zeelbeer dan altijd heel benieuwd, hoe is dat voor Brabanders om hier te komen wonen? Want dat is toch wel een heel andere provincie. Ja, het is een andere provincie, het is ook wel een andere mentaliteit, dat merk ik ook wel. Maar we zijn hier erg happy, we willen niet meer terug naar Brabant. We zijn hier helemaal geland. We wonen tussen fijne mensen, we vinden de stad fijn. Ja, ik heb wel het idee dat we er ondertussen bij horen, zeg maar. Ja, ja. Ah, zeker. Want jullie zitten ook in het Reigerstraatje, dat is een gezellig straatje, klein maar fijn, met leuke ondernemers. Ook allemaal ondernemers die er nog niet eens zo heel lang zitten, tenminste niet allemaal. Ja, klopt. Maar dat bevalt ook goed? Bevalt heel goed, ja. 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 Nee hoor, dat gaat eigenlijk allemaal heel makkelijk. Dan zijn we ook niet moeilijk in contact te leggen hoor. Nee. Nee, nee. Nee, het gaat allemaal prima. Ja. En de klanten die jullie hier krijgen, want het liep al vrij goed volgens mij. Nou, bij jullie loopt het ook gewoon goed. Ja. En die komen echt Duitsers, alles en nog wat? Over de hele wereld. Van de week hadden we mensen uit Andorra. Oh ja. Ja, dus maar Canada, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, Japan. We hebben zelfs Chinezen gehad. Oh, echt waar, ja? Ja. En wat misschien ook nog wel interessant is om even te vertellen of te laten zien. Wat hebben jullie veranderd? Want het pand is natuurlijk het pand. Jullie hebben niet heel veel hoeven verbouwen volgens mij. Nee, we hebben niet. Nee. Nee, er is niet heel veel veranderd. Ik denk de grootste verandering is het feit dat de mensen niet meer in de woonkamer hun ontbijt krijgen, maar in de kelder. Dus de kelder. Oké, okay. Ja, maar dat was een winkeltje. Dat was een winkeltje. Ja. En dat is nu aangepast. Dat nu een tafel in. En we moeten maar even gaan kijken. Ja, dat is heel goed. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja? Ik doe het even met één hand. Ziet het? Ik zal even een lampje aan doen. Oh, jammer. Er is iets kapot, geloof ik. Oh ja, dat is een stuk. Dat is een stuk beter, hè? Maar dat is wel leuk zo. Nou, en dan als servies en dergelijke ook gebrek. Nee, dat is ook wel een leuk verhaal. Want we hadden het serviesje wat hier op tafel staat, hadden we aangeschaft. En toen kwam ineens familie en vrienden die zeiden, oh wat leuk, dat past heel goed in de keldertje van jullie. En die hadden ineens een oma die nog wat servies had staan. En familie die nog wat dingetjes hadden. Dus binnen no time stond de hele kelder vol met aardewerk. Ja, dat is echt grappig. Ja. Ja. En de trap hier gaat weer naar het huis? Dat gaat naar de hal van... De entree van de huis. Ja, dat is echt wel leuk. En hoe is dat met buren die altijd zo druk zijn? Nou ja, je hebt het gemerkt. Je hebt eigenlijk geen ingang binnen. Binnen hoor je helemaal niks, hè? Nee. Happiness is not a destination. Altijd leuk. Ja, we gaan voorzijd.
aan de voorzijde zijn we nu, hè? Ja. Ja. Kijk even door het raampje naar buiten. Beetje omhoog kijken. Nou, gaan we verder. Dus je hebt eigenlijk twee kamers die je verhuurt? Ja. Dat is jullie binnenplaatsje? Ja, een beetje omhoog kijken. Oh, kijk, ja, de lange. Ja. Ik kan net niet helemaal zien met de bomen. Nou, leuk hoor. Gaat het leuk om te gluren, hè? Ja, dat is het ook. Nou, we gaan nog verder hoor. En hier kunnen mensen ook gewoon koffie drinken en... Ja, kunnen mensen koffie drinken. Maar dat is een stuk over jou. Dat is een stuk over mij, ja. Dat is net verschenen. Oh, echt waar? In Brabant. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Mevrouw Adrietje en danken. Het was zo goed. In het Brabants Blad. Ja, ik hoorde het. In Brabant misten ze jullie, dus die wilden wel eens... Ja, die dachten we hebben zo'n bijzonder iemand laten gaan. Ja, want je verklapte net ook dat jij uit de bibliotheekwereld kwam. Ja. En daar kom ik ook uit, dus ja, daar ben ik altijd een en al interesse. Maar is dat voor jou een grote opslag geweest, van bibliothecaresse naar... Ja, het is absoluut wat anders. Ja. Het is van het bureauwerk naar gewoon lichamelijke arbeid, zeg maar. Ja. Daar zit een stukje van de kerk volgens mij, of is dat het kleine torentje? Ja, het is een stukje van de kerk. Ja, dat heeft Kees vorige keer ook al een beetje verteld, maar... Het is wel prachtig, zeg zo. Zie je het stadhuis? Lange Jan, Abdij. Ja, dit is echt wel. Mogen de gasten hier ook verblijven? Ja, of, dit is speciaal voor de gasten. Oké, dus ze zitten hier dan lekker. Doen ze dat ook veel? Ja, dat doen ze ook veel. Zeker s'avonds. Ja, dat is perfect eigenlijk. Maar zijn er nog dingen die je mee wil geven? Of, Mij ja, want het is ook niet, ik zou zeggen van goh, kom iedereen eens kijken, maar dat is ook niet echt de bedoeling, hè, dat mensen nee, allemaal... Nee, dat is ook weer... Als ze het willen zien, dan moeten ze terug een keer komen slapen. Dan, en zo is dat. Ja, nou. Ja, dus... Nou, en in de Rebound alsnog van harte welkom in Middelburg. Leuk dat jullie hier hebben gevestigd. En welkom bij de VOM ook. Ja, en, we spreken elkaar weer wel. Ja, oké. Okay.